Hoi, welkom bij dagelijks vloggen met Roy. Ping. Ik ben hier met mijn moeder, gaan we weer even naar City Plaza. Want mijn moeder haar paspoort is klaar. Ze gaan we even ophalen. We gaan op zoek naar een iets groter zwembad waar we wel gewoon in kunnen zitten en liggen en doen. Want het is weer lekker warm aan het worden. We wouden eigenlijk ook naar Vodafone weer gaan, omdat mijn telefoon het dus niet deed. Maar hij doet het nu wel, dus ik heb gewoon weer internet. Jee, woep, woep, woep. En moeten we nog meer doen? Bandenplakkerset ding kopen. Nou, ja, dus we hebben heel veel missies vandaag. En die gaan we nu als eerst jouw ding ophalen. Ja, heerlijk. Hij kan goed praten, hè? Heeft hij goed geleerd op school. Zitten nu even lekker een broodje te eten bij de plas. Wat broodje heb jij? Broodje Benam. Benam. Ik heb met tonijn en een smoothie. En ik heb een paspoort. Pak je bal. Pak je bal. Met je blauw. Ja, lekker hè. Kom dan. Rustig. Kom. Pak je ballen. Kom dan. Ja. Hij vindt het helemaal niet leuk, maar het is wel even lekker voor hem. Met dit warme weer. We zijn weer thuis. We hebben geen zwembad kunnen vinden. Als we ze al uitkocht, ja, zouden alleen echt van die gigantische zwembaden. Nou, dat hoeven we nou ook weer niet. Ik heb wel even een hoesje gekocht voor mijn iPhone. Ja, gewoon even alleen dat zo aan de zijkant is, weet je wel. Dus dan is die ook weer even beschermd. En nu ga ik hier chillen op de bank. En dan vanavond naar Serena. Hoi, ik ben hier bij Serena. Serena, zeg hoi. Hoi. En we hebben net al even sushi gegeten en dat, ja, ik was toen vergeten mijn camera mee te nemen. Maar we werden dus herkend. En wat kregen we toen? Een gratis cola en een gratis watertje. Nou, we hadden dat al besteld, ja. Dat werd van de rekening afgehaald. Ja. Nou, toch wel handig hè, YouTube video's maken. Voor die gratis cola, als we daarvoor moeten doen. Maar oké, nou ja, dat was wel even grappig. Ja, was echt lief van dat ze dat deed. En nu zitten de poesjes. Even lekker te eten. Ken je die film van dat katje die geluid maakt als ze eet? Welke? Zo'n katje die maakt geluid als ze eet. Volgens mij heb je die wel eens gezien, ja. Zo, schattig. Wou dat mijn katten ook geluid maken als ze aten. Dat is toch lief? Serena is helemaal into de poesen. Ja, niet mensenpoesen hoor, maar gewoon... Kattenpoessen is helemaal in. En we hebben nu kaartjes gekocht voor Planet of the Ape. En daar gaan we zo heen. En we gaan even loomen. Want dat is gewoon cool, je weet toch. Ik krijg lekker veel views door. Serena gaat even uitleggen waarom het zo makkelijk is om met een vork te loomen. Iedereen heeft een vork. Nee, Serena, je verpest nou mensen. Net zat ze daar. Ja, iedereen heeft... Niet iedereen heeft lippen, niet iedereen heeft mes, maar iedereen heeft vork. Toch, Serena? Nou ja, kijk, Aziatische mensen hebben vaak alleen lepel en vork. Nederlanders hebben vaak... Nee, oké, dit is bullshit. Iedereen heeft alles. Ja, altijd. Tegenwoordig wel. Ja. Maar we gaan loomen. En welke kleur ga jij gebruiken? Ik vind dit een hele mooie kleur. Paars. Oh, dit is hot purple. Geen hot pink, maar hot purple. Oké. En ik denk in combinatie met zwart of juist met deze hele felle roze pot. Lekker knal wordt die dan. Maar hier zitten dus echt, ik denk misschien wel 500 elastiekjes in. Ik vind dat zo zonde eigenlijk. Is het ook. Ja, dus misschien moet ik hem uithalen, maar hij is zo mooi. Ja, Serena, jij gaat het met je vork doen, ik ga het met dit ding doen. Dat is het enige wat ik kan. Monster doen. Ja, nou, succes! Leuk dat je succes terug zegt. Succes! Kijk, dit heb ik geloomd. Noem je dat zo? Geloomd? Geloomd, ja. Oké, een hoofdbandje. Hij zit zo strak. Zal ik hem weggeven aan iemand? Harder than a headband. Zal ik het doen? Ja? Doe ja? Aan iemand met een kleiner hoofd? Ja, iemand of je moet net zo'n groot hoofd als mij hebben, dan past hij nog net. Of je moet een kleiner hoofd dan mij hebben, dan ik. Niet dan mij, dan ik. En dan kan je winnen. Het enige wat je hoeft te doen is deze video te liken. En hem te tweeten met @RoySomers. En een leuke reactie achter te laten. En dan kies ik iemand die wint. Ja, toppie. Leuk voor festivals.
Jij wilt toch gewoon winnen, hè? Nee, jij past toch niet om. Als hij niet om jouw hoofd past, past hij helemaal niet om mijn hoofd. Ik heb echt een heel groot hoofd. Nou, ik hou hem nu nog even op voor de gezelligheid. Ik wil even promotie maken voor mijn eigen kanaal. Oh ja, doe maar. Dit leuke bandje wil iedereen weten hoe je die kan maken. En ik wist het zelf dus niet, maar ik heb helemaal bestudeerd en gekeken van hoe zat het ook alweer. En ik weet het dus nu, dus ik ga snel een tutorial maken van dit armbandje. Dus als je daar benieuwd naar bent, moet je abonneren op mijn kanaal en dan zien we vanzelf in je feed verschijnen. Het is een primeur, ja. Een primeur op Roy Somers 2. Maar we moeten nu naar de film, want anders gaan we missen. Ja. Nee? Ja. Ze is alleen maar bezig met uitzoeken. Ja, ik ga sorteren. Okay. Doei, welke is dit ook weer? Coco of Clement? Coco. Doei, Coco. Doei. Doei, balkon. Gezellige balkon. Doei, Clarence. Doei. Regenen? Nee, toch? Het is fucking lekker weer. Oh, ik ben zo blij dat ik erachter ben. En mijn vrouw op de fiets. En een meneer met een tas. Hier aan de overkant bij Serena wonen Downies. Nee, mensen, nee. Stichting Rijnaarden. Oh, Stichting Rijnaarden, die hebben een beperking. Ze hebben een beperking. Lichte beperking. En er zitten dus een stelletje tussen. Maar ze wonen wel apart, toch? Zoiets ja, was het? Klopt. En Serena ziet ze dan altijd samenkomen, ja, toch? Ja, je kan hier heel goed kijken gewoon. En dan zie ik dat daar iemand staat. En dan hoor ik ze wat roepen op het balkon. En dan zie ik ze daar samen staan. En ze lopen altijd bij elkaar. En er zit altijd iemand ergens te roken. En ik hou het allemaal in de gaten vanaf het balkon. Allemaal. Serena is een echte Utrechtse. Die houdt alles in de gaten, hè, wifi. Nou, kijk nog maar een keer goed. Daar staat ze dan. Ape. Must. Kill. Ja, maar ik ben niet aan het poepen. Ik was even op dinges. Oh ja, je deed er zo lang over in die wc. Maar dat is omdat ik even aan het appen was op de wc. Oh. Jij bent sowieso aan het poepen. Ja, sowieso ben je aan het poepen. Je weet toch. Oké, Serena en ik zijn net naar de film geweest. The Planet of the Apes. En ja, die apen praten zo langzaam. Ja, dat maakt niet uit, ze doen het maar met mijn stem. Okay. Maar die apen praten zo langzaam. Als ze gewoon die apen normaal hadden laten praten, dan was die film gewoon een uurtje. En nu was die gewoon 2 uur en 10 minuten. Want die apen gingen echt... Ape. Must. Kill. Human. Echt perfect. You're. Not. Ape. Dus ja... Maar het was op zich een hele goede film, toch Serena? Ja. Yes. Oké, nu gaan we naar mijn huisje. Want ik moet weer op tijd naar bed. Dus doei Serena. Doei. Ik zie echt niks. Oké, ik ben weer thuis en ik ga lekker slapen. Welterusten.